Kom, we gaan jullie vandaag meenemen in de strijd tussen Engeland en Frankrijk. Ik ben Emilie, docenten Frans. En ik ben Nadia, docent Engels. Maar eerst beginnen we met een stukje geschiedenis. Want de Engelsen en de Fransen hebben een turbulente geschiedenis gehad met veel onrust en oorlog. En eigenlijk wist jij dat Engeland ooit van Frankrijk was. En dat bijna 30% van de Engelse woordenschat van de Franse taal komt. Hoe kan dat zijn? Dat is best veel. En welke woorden zijn dat dan precies? Ken je die woorden ook? Vandaag gaan we kijken hoe dit is ontstaan. En misschien laten zien dat je meer Frans kent dan je denkt. Dat is natuurlijk ook voor straks heel handig op de middelbare school als je Frans krijgt. We gaan helemaal terug in de tijd naar 1051 in Engeland. Want toen beloofde koning Edward van Engeland de Engelse kroon aan Willem van Normandië in Frankrijk. Maar toen Edward doodging, kreeg Harold de kroon en niet Willem. Harold stuurt een bericht naar Willem om op te scheppen en zeggen hoe blij hij was en vertellen dat hij nu koning is geworden. En daar wordt Willem van Normandië helemaal niet blij van. Hij bereidt zich voor op een grote aanval. En in september 1066 valt Willem van Normandië Engeland binnen met duizenden man. Ze maken zichzelf thuis, ze steken huizen in brand, ze bouwen een kasteel als verdediging, ze noemen dat de Motte en Bailey kasteel. En uiteindelijk zijn ze er klaar voor en kan de slag bij Hastings beginnen. Ze vechten echt de hele dag door en er gaan veel mannen dood. Maar uiteindelijk weten de Fransen de Engelsen te overwinnen. Koning Harold krijgt een pijl in zijn oog en overleed helaas ter plekke. Willem van Normandië wordt koning van Engeland. En hij blijft koning tot zijn dood in 1087. En dus, met een nieuwe koning komen veel veranderingen. En dan vooral dus in de taal, hè, waarvoor we dus vandaag hier zijn. Mensen waren dus heel vertrouwd met een Engelse taal eigenlijk. En moesten ineens Frans leren om te kunnen communiceren en onderhandelen. Ja. Dus wij gaan nu kijken hoe de Engelse taal zich ontwikkeld heeft na de komst van de Fransen dus in Engeland. Nou, wij gaan heel even kijken. Nou, net als wat dus Nadia straks zei, de Engelse taal heeft ongeveer 25.000 Franse woorden, hè, dagelijks die ze dan gebruiken. En ja, sorry Nadia, maar de Franse taal heeft maar ongeveer 500 Engelse woorden, want ja, die zijn toch iets meer gehecht aan hun taal, of zeg maar. Of misschien iets te moeilijk voor jullie? Dat weet ik niet. Nou, de eerste categorie die we dan vaak zien, hè, dat zijn dus de Franse woorden die dus echt letterlijk worden gebruikt, geschreven zoals in het Frans en ook uitgesproken zoals in het Frans. Dus wij hebben hier een paar voorbeelden, maar Nadia zal straks meer vertellen. Maar we hebben dus bijvoorbeeld het woord baguette, apéritif, eau de toilette, souvenir, hein, commandant, eau de cuisine. Dat zijn allemaal woorden die best veel uit de liefde, uit de... het leger of de kunst, hè, daar worden dus vaak Franse woorden gebruikt. Maar er zijn nog heel veel meer. Ja, veel meer. En vooral in het gebied van eten, hè, zijn echt ontzettend veel. We hebben dan croissant en café en restaurant. Bon appétit. Bon appétit. Dat is letterlijk inderdaad uit Frans gehaald. Hors d'oeuvre. Ja. Dus ja, vooral rond eten, want de Fransen zijn wel stiekem heel goed in eten. Dat wel. Koken. Ja. De tweede categorie die we dan hebben, zijn dan de Franse woorden nog steeds. Maar die hebben ze dan net een andere twist gegeven qua Franse uitspraak. Dus ik ga ze voorzeggen en dan Nadia gaat ze dan in het Engels. En dan kunnen jullie dan straks het verschil horen. Nou, wij spreken ze dus in het Frans zoals village uit. En dat is village. Dat is een dorpje natuurlijk. Of we zeggen dus une table. Wij zeggen table, een tafel. Of een competition. Competition, een wedstrijd, voetbalwedstrijd, football competition. Of een grap, een grap de raisin. Een tros druiven is dat, dat is grapes. Of een prison. Een prison, gevangenis. Of als laatste, een mariage. Een marriage, een huwelijk. Ja.
Dan hebben we nog één andere categorie waar heel veel buitenlanders een hekel aan hebben, moet ik zo zeggen. Want Fransen zijn natuurlijk gewend aan heel veel accenten. Hè? Accent aigu, accent grave. En hier kunnen jullie dus ook zien het accent circonflex. Jullie zullen denken, wat is dat? Nou, een accent circonflex. Dit is dus dat kleine dakje hier die op de E, op de O staat, zeg maar. Nou, en wat is handig om te weten, is dat de Franse woorden die dus een accent circonflex hebben, zijn veranderd in het Engels met een S. Dus als we bijvoorbeeld hier naar de woorden kijken, we hebben het woord forêt, en dat is dus geworden in het Engels. En forest, vond ik heel interessant deze, want dat wist ik ook niet trouwens. Ja, maar leuk, dus, heb ik ook wel wat geleerd. Nou, en dan een hotel bijvoorbeeld. Dat is een hostel. Ja, en een hôpital wordt dus in het Engels. Een hospital, een ziekenhuis. Dus wel grappig om dan, hè, als je toch moet raden hoe je straks een woord moet schrijven, met dit soort regeltjes kun je dan wel wat mee. En dan komen wij, vind ik, bij de laatste categorie. Die vind ik dan het leukste natuurlijk. Want het is de categorie van, dat kunnen ze niet uitspreken, bij wijze van. Nou, dan gaan we jullie laten zien, of horen eigenlijk, hè. Nadia, hoe zou jij het eerste woord uitspreken? Je bedoelt dus de categorie van, daar zijn ze heel slecht in, hè? Ja. Mouet. Nee, dat is geen vogel. Moet. Nee, dat is niet het werkwoord moeten. Nou, laatste kans. Moe. Nee, dat is, jij bent moe. Nee, dat is dan, zij spreekt het dan niet uit, dat is gewoon muet. Niks mee te maken met haar. Maar mué konden ze dus helemaal niet uitspreken. Want ja, helaas, het staat wel een T, dat weet ik ook wel. Maar E-T in het Frans is een E. Dus dat wordt als mué uitgesproken. Maar wat hebben zij dan gedaan? Die dachten van, ja, de Franse uitspraak is gewoon veel te moeilijk. Wij draaien gewoon lekker de letters om. En dat wordt dus mute. En dat is dus iets wat jullie vaak nu kennen. Het woord dus mute. Van, shut up, zeg maar. Nou, en dan hebben we dus andere woorden die dan ook zo zijn, ook wel leuk om te leren. Het woord dus m'aider. Dat komt dus echt van het Frans, van het werkwoord mij helpen, m'aider. En dat is dus een woord die jullie allemaal denk ik kennen als je dus hulp nodig hebt. En roepen ze dat in de film van m'aider, m'aider. Ik denk dat veel leerlingen dat kennen. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan hebben we dus nog drie voor jullie opgeschreven. Het woord tante, dat wordt dan anders in het Engels. Dat is een aunt, hè? Tante, kennen jullie zeker wel. Ja, en dan hebben we ook nog het woord montagne. Mountain. Ja, een berg, hè. Berg. En dan hebben we ook als laatste une chaise. En dat een is dus stoel, een chair. Een chair, ja. Dus dit zijn dan de woorden die heel anders, zeg maar, zijn. Seems pretty simple. Your first line is, my name is Claude. So, just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je découpe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je déplie mlou. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. It does? Really? Yeah. All right, let's just try it again. Okay. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude. Je te floupe flee. Oh, mon Dieu. Oh, de fouf. Ondanks dat het moeilijk is voor de Engelsen om Frans te leren, is het de Fransen toch gelukt om een stempel te drukken op de Engelse taal en de Engelse cultuur. Kijk eens.